Vanuit het kleinhandelsgebouw in Sommelsdijk heet ik u hartelijk welkom in de huiskamer. Mijn naam is Andrea Stribos en mijn gast is Rias Olivier. Welkom Rias. Dankjewel Andrea. Wat leuk dat je hier bent. Jij bent hier. Vertel eens even wie je bent. Ik ben oud-Dirrenslander. Ik woon in Zoetermeer en ik ben medeoprichter van de Vereniging van Amateur-Archeologen. Zo heette dat vroeger. En het heet nu Historische Vereniging voor Horen Overigens De Motten. De Motten. De Motten, ja. De Motten. En ik heb gehoord dat die al 50 jaar ja, bestaat. Ja, die bestond 22 maart, jongsleden 50 jaar. Tjoh. Dus dat is een halve eeuw, bijna een heel mensenleven. Ja. 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 En eerst even over de naam. Waar de Motten, ja, waar de Motten vandaan komt. Ja, dat is een beetje een on-Nederlands woord, hè. Ja. De Fransen hebben daar een woord voor. Die hebben, als daar een kasteel ligt in Frankrijk, op een opgeworpen heuvel, dan noemen ze dat een château à motten. En dat is in het Nederlands overgenomen. Dus alle opgeworpen heuvels in Nederland, met name langs de kust, waar ooit een kasteel op stond, in de 12e, 13e, 14e eeuw, dat noemen wij een mottenkasteel. En onze vereniging is daarna genoemd. Okay. Omdat ons eerste onderzoekje voor de oprichting nog in 1969, dat was een bescheiden opgravingje, zo mag ik het eigenlijk niet noemen, op een mottenheuvel in Oudorp. In Oudorp. Want Goeree Overlijke heeft één mottenheuvel met een kasteel gehad. Die heuvel ligt er nog, het kasteel is er niet meer. Ik heb daar wel eens over gelezen op het internet. Dat klopt. Het is helemaal weg. Dus de heuvel ligt er nog. Ja. Vorig jaar is er een hernieuwd onderzoek uitgevoerd door een archeologisch bureau. Naar de gracht die er omheen heeft gelegen, ja. Of er in het voorterrein nog resten zijn van bewoning. Want het is particulier bezit en de eigenaar die wil er eigenlijk misschien wel iets op bouwen. En daar moet hij toestemming voor krijgen. En graafwerk vernietigt bodemarchieven, dat is inmiddels bekend. Ja. Dus toen was de Motten heel erg in de belangstelling vorig jaar. Ik weet het. Eiland Manies heeft daarover gepubliceerd. Ja. We hebben daar zelf een paar publicaties over laten verschijnen. Ja, de Motten heeft altijd wel een warm hart bij mij. Dus echt de bakermat, zeg maar, van de vereniging. Hè? En hoe gaat het dan verder nu met dat kasteel? Er mag niet gegraven worden, want het is een dat is mooi. Archeologisch monument. Dus okay. Er is met grondradar en met boringen, met een guts, is er onderzoek gedaan. En daarmee verniel je niks. Nee. En we moeten afwachten hoe de Reisdienst voor Cultureel Erfgoed in Amersfoort daarover beslist ten opzichte van de eigenaar. Die wil eigenlijk meer die kasteelheuvel onder de aandacht brengen van de mensen, want niemand kent die heuvel bijna. Nee. De mensen die er in hun wijkje naast wonen, die hebben jarenlang gedacht dat het een gronddepot was. Ja. Maar het is een middeleeuwse heuvel. Geweldig, hè? Het is fantastisch. Dus dan zie je maar hoe weinig mensen soms weten van hun eigen gebied. Ja. Juist van je eigen En dat gebied. Is iets wat de Motten natuurlijk graag wil. Ja. Bekendheid voor archeologische monumenten. Ja. Voor een bodemarchief wat bedreigd wordt. Ja. Dat is eigenlijk de doelstelling van onze vereniging. Ja. Ja. En ik zie jullie wel eens in vitrines en in het museum. Dat klopt, ja. Je hebt ook iets meegebracht. Ja, ik heb een paar dingen meegebracht. Ja. Iets van leer, iets van glas en iets van aardewerk. Ik heb daar een leren schoen liggen, die is opgegraven in Dirksland in een welput aan de Nieuwstraat in 1992. Die schoen is van het jaar 1700. Oh, en hoe weet je dat? En dat konden wij zien aan de aardewerkscherfjes die er ook nog bij lagen in die put. Die zijn al in bepaalde perioden door kleur, door vorm. En deze schoen die is van eigenaar verwisseld kennelijk, want de hiel is eruit gesneden. Zo is er een instapper van gemaakt. Ja. En die knoop die er nog in zit bovenop, zeg maar de veter, die heel mooi zo aangetrokken is, die is nog precies zoals wij hem vonden. Dus die knoop is toen in 1700 door iemand erin getrokken, door een Dirrenslander. Ja, ja. En die is er nu nog. En dat vind ik nog mooi van archeologie. Ja. Dat het zo tastbaar is, dat het verleden zeg maar, van 300 jaar geleden, dat ligt nou op tafel bij aan ons. Aan de Nieuwstraat. Ja, aan de Nieuwstraat. Het is die veter, ik zit er een beetje te ver vandaan. Is die ook van leer? Ja, het is helemaal van leer. Ja, hè? Ja. Het is een soort zwerde, dus het leer is omgekeerd, het is een zwerde schoen. Maar dit is
niet een arme luischoen, of wel? Nou, ik denk wel dat... Nee, niet, het is geen werkmansschoen. Nee. Het is toch meer, denk ik, van een iets meer gegoede burger. Ja, lijkt me wel. Ja. Het is en kun je ook... Hele gekke vraag. Maar ik denk dan, vroeger waren de mensen kleiner. Weet je wat dit voor maat is? Nee, dat weet ik niet. Maar ik denk dat het een maatje 41 is, ongeveer. Zo 41. Groot? Ja, 40 of 41. Maar hij is natuurlijk uitgesneden om te passen. Dus misschien was hij oorspronkelijk wat kleiner. Maar door hem op te meten, de centimeter, zou je dus nog de maat kunnen bepalen. Ja, ja. Misschien hebben wij dat ooit gedaan, maar dat staat op een vondstkaart die in een archief zit bij ons. Maar ik zou het niet uit mijn hoofd weten. Nee. Dus, ja. Het is eigenlijk een heel gek idee, hè? Ja. Dat daar echte mensen in gelopen hebben. Daar hebben echte mensen in gelopen. Ja. Maar dat geldt natuurlijk voor al die materialen, hè? Zo'n kookpotje hier, daar hebben ze echt uit gekookt. Hebben ze ingekookt. Dat zie ik. Het is zwart. Het is zwart aan de onderkant, kijk. Ja. Hier zie je broed. En ze hielden ook wel van kleur, hè? Het is versierd aan de buitenkant met een soort kleipap. En het leuke is dat kookpotje, dat is hier aan de overkant van dit gebouw gevonden. In de gracht onder Hotel Spee. Waar nu, de huizen staan hier. Het is te gek. Dus hier 20 meter vandaan kwam het uit de gracht. Ja, we zitten in het kleinhandelsgebouw en het is hier 20 meter vandaan gevonden. Ja. En wie vindt zoiets? Jullie? Wij, ja. En hoe doe je dat? Toen het Hotel Spee, dat was een gebouw wat niet behouden kon worden, werd gesloopt. En toen moest er nieuwbouw plaatsvinden. En toen kregen wij de gelegenheid om de gracht die eronder lag, want er ligt een kerkgracht onder. Ja. Die is gedempt in 1600, even voor 1600. Toen al? Toen hebben wij een aantal proefsleuven in die gracht gemaakt en toen ontzettend veel materiaal gevonden. Tja. Ook veel leer en geen pijpenkoppen. Niet? En dat dateert die gracht, want in 1600, 1610 kwamen de eerste pijpenkoppen in Nederland en die zitten er niet in die gracht. Dus je dus weet die gracht gewoon dateert van voor die tijd, is die al gedempt. Oh, wat schitterend. Voordat die pijpenkoppen erin konden, dus die liggen er niet. Ja. En dat, hoe weet je dit allemaal? Heb je er je weet er veel van? Boeken. Veel boeken. We hebben een grote bibliotheek, inmiddels opgebouwd bij de Motten, waarin allemaal naslagwerken staan. En er wordt ontzettend veel gepubliceerd tegenwoordig. Wij publiceren zelf ook wel hoor, maar dan je kennis moet je toch ergens anders vandaan halen. Ja. En door boeken aan te schaffen over bepaalde onderwerpen, over opgravingen in de Nederlandse steden, zoals Rotterdam, Dordrecht, Amsterdam. Er is in Amsterdam een boek verschenen, het heet Spul. Er staan 15.000 bodemvondsteen die ze bij de metro gevonden hebben. Alleen al bij de metro? Daar hebben ze 800.000 bodemvondsten gedaan. En 15.000 worden in een boek gezet met fotootjes, een kleine beschrijving. En dan moet je dus in grasduinen om iets te... Maar je vindt dan soms wel wat je nodig hebt, hè. Dus ja. Ontzettend. Ja, en dat is de hobby, dat is de aardigheid. Ja, maar hoe kom je aan je enthousiasme voor geschiedenis? Waar komt dat vandaan? Ja, dat is een lang verhaal. Nou, dat zijn we hiervoor toch? Dat is wel aardig hoor, want jullie hebben laatst een uitzending gehad met een schatvondst hier. Ja, daar wou ik je ook en, nog naar vragen. Toen ik 10 jaar was, heb ik met mijn broer 3 schatvondsties gedaan. Op het strand, Flauwe Werk in Oudorp. Oh. Ongeveer een kleine 30 munten. Die komen van drenkeldoden noemen ze dat. Dat zijn mensen die aanspoelen. Ja. En die worden soms begraven op het strand, omdat ze in een staat zijn dat ze niet vervoerd kunnen worden. Worden gevisiteerd, want begraven kost geld. Ja. Maar die visitatie is niet helemaal goed gegaan. En dat land van Flauw Werk kwam na de watersnood op strand te liggen. Die duinen waren weggeslagen. En ik vond er met mijn broer 3 kleine schatfondsies, 5 gouden dukaten en wat zilvergeld. Gedateerd? Ja, tot 1755, oh, jongste geweldig mens. En met een heleboel andere dingen, ook stukjes aardewerk, horlogesleutels, pijpenkrabbers om pijpen uit te vroeten. En ja, ik vond dat geweldig. Ik heb tot tegen 1990 eigenlijk altijd nog gezocht daar en altijd nog dingen gevonden en nu is het allemaal weg. Dus ja. En dat is eigenlijk mijn passie voor de archeologie. Ja. Het waren wel een beetje losse vondsten, maar ja, ik denk er is toch in het verleden is er zoveel geweest, overblijfselen van mensen. Kijk, de mensen, wij bestaan bij de gratie van onze voorouders. Ja. Anders, zoals we nu leven, dat hebben we onze voorouders te danken. Ja. En zeker op het eiland hier, dat is zo'n eiland is veel bijzonderder als dat je ergens in een
in het oosten van het land woont. Dat, vanwege de zee en alles, ja, wat daar aanspoelt. Dynamisch gebied, ja. Het is altijd aan verandering onderhevig. Er zijn inpolderingen geweest, er zijn polders weggeslagen. Ja. Dus mensen waren altijd bezig met die strijd tegen dat water. Ja. En dat zagen we op Flauw Werk natuurlijk ook heel goed. En, ja. Nu kun je zeggen dat er een trend is. Ik ken jonge mensen die niet eens meer weten wie de Beatles waren. Ja, dat kan. Ja. Er zijn ook jonge mensen die geen idee hebben wanneer de Tweede Wereldoorlog was. Nou, dat bedoel ik. En zo kan ik nog wel een paar dingen opnoemen. Ja. Geen flauwe notie. Nee. Ik snap niet dat je zonder enig besef van verleden in het heden kan leven. En Jaap ter Haar die schreef een boek Geschiedenis van Lage Landen. Ik heb ze en die vier. Zei van, ja. Als je in het heden leeft en het verleden niet kent, dan dwaal je doelloos naar de toekomst. Ja. Dat is een beetje een verzwollen uitdrukking. Nou. Maar er zit natuurlijk wel wat in. Ja, vind ik ook dus, wel. Het is voor mij onbegrijpelijk. Ja, voor mij ook. Het is echt... Ik had een collega die wist eigenlijk niet hoe zijn opa met zijn voornaam heette. Geen idee, zegt hij. Nou, dat was voor mij onbestaanbaar. Ja. Dat ik denk, vreemd. Die dingen moet je weten. Je voorgeslacht tot in bepaalde generaties. Dat je enig besef hebt van je roots. Ja. En hoe... Ja, het waren we natuurlijk helemaal weg van de lotten, maar zeker. Hoe zouden we daar wat aan kunnen doen? Ja, we gaan zo naar de boeken. Nou, wij proberen er als vereniging natuurlijk door lezingen te organiseren, door publicaties in krant en zelf boeken te maken. We hebben eigen tijdschrift. Hoe heet dat? Dat heet Oude Wereld. Nou, zeg je het op zijn Nederlands. De Oude Wereld. Juist. En dat is genoemd naar de Oude Wereld. In Goederede. Er lag een Romeinse nederzetting ten noorden van Goederede. En die nederzetting in de Romeinse tijd had een versterking aan de kust voor verdediging. En die heette Oude Wereld. Dan vonden ze in 1618 Romeinse munten op het strand. Net als Flauw Werk, ik daar mijn munten vond, vonden ze in 1618 Romeinse oudheden op het strand. Ja. En wij hadden een blad, dat heette Contact. Dat was een klein gestenseld blaadje. En toen wilden we een nieuw blad maken. Hoe moet het dan heten? En onze toenmalige voorzitter, Pauw Heerschap, wel bekend hier, die zegt, laten we het dan de Oude Wereld noemen. Geweldig, toch? Dat is een uitdrukking die natuurlijk geldt voor ons, voor die nederzetting, maar ook wat wij doen. Ja. Wij vinden dingen van de Oude Wereld, daar staat het, hè? Die fles, daar hadden we het ook nog niet over gehad. Die komt met Goederede van de Noordzijdehaven. Dat is een wijnfles uit de 18e eeuw. Dronken ze niet veel wijn. Die is... geblazen. Hier is er nog een pompelmerk van de blaaspijp. En dat zijn, die flessen zijn ook onderhevig aan, aan vorm. In andere periodes zien ze er eigenlijk weer anders uit. Ja. Er zat een kurk in. Er zit een mooie bandje. En hij was egaal groen. Dit was egaal groen. Ja, dit is door de tijd, zeg maar. Die iriseerde een beetje. Ja. En, hij is ook niet compleet natuurlijk. Maar wij vinden hem dus wel compleet. Hè. We zeggen, dit is archeologisch compleet. Ja. Je kan hier een tekening van maken en je kan hem laten zien zo. En van wanneer is die zo? Ja, ik denk zo rond 1700, 1750. Ja. Dus daar hebben ze in goede reden een keer lekker een glaasje in geschonken. Ja. Dat heb iemand zo in zijn hand gehouden. Ja. Of zo. Ja. Ja. Misschien de pauze. En wij vinden ze niet veel, die wijnflessen. Dat is eigenlijk een van de weinigen die compleet is. Geweldig. Ja. Wat een precies werk is dit ook. Het is zoeken, hè, naar dingen bij elkaar zoeken en puzzelen en plakken. En als je nou zo'n fles, die vind je in stukken? Ja, die is helemaal kapot. Dat geldt ook voor aardewerk soms. Ja. Dat sommige kannen van aardewerk liggen in 100 stukken. Allemaal kleine stukjes. En door dat bij elkaar te zoeken. Het is vaak niet alleen kijken naar kleur, maar vaak is het voelen van de ruwheid van een scherf. Dat je denkt, hé, dit past bij dezelfde kan. Ja. En dan opbouwen en plakken. En, dat is leuk wat om te doen. Wat is het oudste wat jullie gevonden hebben, zo'n beetje? Ja, het oudste is aardewerk uit de ijzertijd. Uit de ijzertijd? Ja, dat zit ongeveer 2500 jaar voor de jaartelling. En dat hebben we in de Koude Hoek in Ouddorp gevonden. En toen waren hier dus mensen? Daar leefden, voordat de Romeinen kwamen, rond de jaartelling zo, leefden er al mensen hier op Goeree. Niet hier op Overflakkee, maar wel op Goeree. En die kwamen van? Dat weten we niet. Ja, daar was, de eilanden bestonden niet. Dus de kust, zeg maar, was één strandwal, één duinerij.
Dus de mensen konden heel makkelijk via die duinerij zich verplaatsen in Nederland. Dus ze kwamen denk ik of van de kant van Schouwen of de kant van waar nu de Randstad ligt. Ja, vandaar ook de connecties die er altijd zijn met Voorne. Ja. Ja, dat was makkelijk te bereiken. Het Haringvliet is pas in 1214 ontstaan. Daarvoor was het Haringvliet er niet. Toen is er een gat geslagen bij Rokanje in de duinerij in 1214. En daarvoor kon je gewoon met droge voeten naar Voorne lopen. Dit heette Westvoorne hier op Goeree en het andere was Oostvoorne. Dat weet ik wel, maar dus, dat van dat gat weet ik niet. Ja. Wat leuk allemaal. En mag ik zo'n boek eens even kijken? Dit is het eerste boek wat wij maakten in 1979. De titel zegt alles van Westvoorne, dat betekent Goeree, Westvoorne als Goeree, tot Sint-Adolfsland en dat is Oogensplaat. Ja. Dat was dat gebied. En dat boek gaat over Romeinse tijd, dialect, wat opgravingen van de motten. Het Mottenkasteel in Oudorp. Wanneer is dat verdwenen? Nou, het Mottenkasteel, de heuvel ligt er nog, maar ik denk dat er rond 1500 de hele zaak al niet meer zichtbaar was. Het was van baksteen gebouwd, van kloostermoppen. En het is bekend dat met name Oudorpers, en dat is niet negatief bedoeld, maar die konden alles gebruiken wat maar voorhanden was. En die haalden daar hun kloostermoppen. En daar bouwden ze weer andere dingen van. We hebben een opgraving gehouden onder het Blauwe Huis, wat nu de VVV-kantoor is. En dat Blauwe Huis, dat is in 1650, het was daarvoor een houten boerderij uit 15e eeuw. Toen in 1650 is het Blauwe Huis zeg maar versteend, zoals het er nu uitziet. Ja. In die muren staan op gebroken kloostermappen. Ja. En dat ligt op een paar honderd meter afstand van dat Mottenkasteel. Van de heuvel. Dus dat zijn geweldige ontdekkingen. Ja. Als je dat ziet, die kloostermoppen die moeten ergens vandaan komen. Ja, van het kasteel. Er was maar één gebouw, dat is het kasteel natuurlijk. Nou zeg je, het Blauwe Huis, dat was van hout. Dat was oorspronkelijk van hout. En hoe weet je dat? Er is een onderzoek geweest door een restauratiearchitect, Adriaan van der Zwan, hier met Lannis. En die heeft wat onderzocht. Die heeft de houten gebinten die er nog in zaten, die het dak schraagden, zeg maar. Ja. En die al afgezaagd waren, want die hadden geen functie meer. Maar die gebinten zaten er nog in. En dat houten gebouw, dat was met de westenwind schuin gezakt. En toen hebben ze er een stenen gebouw omheen gezet. Toen heeft hij die stukken hout opgestuurd naar een bureau. En die hebben dat onderzocht op jaringen. Je kan hout bekijken op jaringen. Ja. En toen bleek dat gebouw dateert uit 1450. En dat is het oudste ankerbindgebouw, zo noemen ze dat, een ankergebindgebouw van Nederland. Echt? Dus het skelet in het Blauwe Huis, wat er nog in zit, wat jij van de buitenkant niet zien, is het oudste constructie van Nederland. Het is ongelooflijk. Ook dat hebben wij dus hier op het eiland. Ja, ik ben er regelmatig in geweest. Dat weet bijna niemand. Ja. Dus, maar ik denk als je dit naar buiten brengt, als je dat ook in een boek schrijft een keer, een artikel erover, met een verhaal erbij, ja, dan gaat dat leven. En de mensen die er werken, weten die het wel? Ik hoop van wel. We hebben dan een keer in een boek Sprekend Verleden, dat is een tweede boek, of een derde boek wat we maakten, er staat een verzonnen verhaal in over een gebouw wat met de wind schuin zakt en wat ze dan proberen recht te trekken en zo. En dat gaat over dat Blauwe Huis. Dus, dat is leuk. Dat en dat heet Storm over Goeree, heet dat. Ja, en wie schrijft zoiets dan? Dat heb ik geschreven, dit. Ja. Ik heb naar aanleiding van dit boek, dat is een Bodenvondse boek uit 1992, 1994 verschenen, heb ik een aantal artikelen in het Eindlandnieuws geschreven. Dat heb ik gezien, ja. En die artikelen, dat waren er 20 of zo. En we hebben 5 jaar later zeiden ze, laten we die artikelen bundelen tot dit boek. Ja. Dus dit boek levert dit boek op. Dus van het een rol je dus in het ander. Ja. En, maar ja, de titel zegt al. Ik zie hier iets, hè? Sorry, ik val je in de reden. Maar dit is ook opgereden. Het is allemaal hier gevonden. Echt? En Sprekend Verleden, dit zijn de mensen die dan spreken vanuit de bodemfondsen naar ons, die verhalen vertellen. En wat is dit? Ik weet niet of de camera het kan zien, maar het is dit is zo een baardmankruik uit Duitsland. In de 16e, 17e eeuw werden baardmankruiken in grote hoeveelheden daar geproduceerd. Ja. En ja, daar zat drank in, die kon je voor alle dingen gebruiken. In herbergen hadden ze die. En ja, die baardmannen, dat zijn hele sprekende. Ja, fantastisch. Geweldig, fantastisch. Hè?
En dat is maar een klein onderdeeltje hoor, want het is geen hele kruik, maar een stukje wat we dan vervinden, net zoals zo'n heilige beeldje. Ja, hè, dat is, ook, is dat een heel klein beeldje of niet? Ja, dat is, de helft is er afgebroken, Maria met kindje. Ja, ja. In, komt uit een uit de gracht in Goederede. Ja. Ongelooflijk. Dus 15e eeuws. 15e en die eeuws. Heeft, zeg maar, denk ik, de beeldenstorm niet overleefd. Nee. We hebben hier in de gracht bij Spee, hebben wij, waar dat dit vandaan komt, hebben wij ook twee heilige beeldjes gevonden. Uit de 16e eeuw, midden 16e eeuw. Ja, en die waren allebei gebroken. Van de een was het gezichtje beschadigd en de ander was er midden geknapt. Dus die, zeg maar, die reformatie die op een gegeven moment plaatsvond, ja, die beelden overleefden dat niet. Dat ging allemaal de gracht in. Ja. Dus wat ze vroeger als devotie in huis hadden staan, in een huisaltaartje, dat werd na de reformatie werd dat zo in de gracht gekieperd. Heel bijzonder eigenlijk. Dat maar dat is met zoveel dingen. Hoe wisselvallig mensen zijn in hun geloof ook. Ja, het is ja, maar wat fijn dat jullie het weer vinden. Toch? Fantastisch. En deze, jongens, jullie moeten dit even... Dit is ook een stukje van zo'n steengoedkan uit Duitsland. En dat is een vrouwenkopje. Ja. Dat zijn medaillons, die worden er eigenlijk opgeplakt met een natte klei. Dus ze worden in een malletje gevormd. En die worden dan op zo'n kruik gezet. Vaak zit zo'n kruik helemaal vol met medaillons. En soms in een bandtekst. Een soort vermaning aan mensen. Van drink niet te veel, leef goed. Op een drankfles. Dan in het oud-Duits. Ja. En zo'n tegeltje, waar haal je dat vandaan? Dit is een bord. Een plooischotel uit Delft, uit 1720. En dat is een imitatie van een Chinese schotel. Ja. Ja. Dat werd in Delft werd dat nagemaakt. En dan zit er zo'n mannetje zo in zo'n landschapje. Ja. Het ziet er allemaal wel heel bijzonder uit. Ik vind het, dit boek, dat zou toch iedereen even moeten lezen? Of even, zou iedereen moeten lezen, vind je niet? Ja, dit is echt het leukste wat ik ooit gemaakt heb, vind ik dan zelf. Ja. Dat, bedoel, dit zijn dus verzonnen verhalen, waarin al die voorwerpen een rol spelen. Oh, hier heb je die meneer. Die hier staat. Ja, in zwart-wit. Ja. Begin 17e eeuw, oude tongen. Ja, het is geweldig. Oude tongen, Je zou nog wel uren kunnen praten, want denk wat ik. Wij natuurlijk, maar, wat veel mensen niet weten, dat dit eiland, al die dorpen, die staan op een bodemarchief. Hè? Dat is een afvalpakket van eeuwen her. Ja. En is alles opgebouwd. Ja. Dus zolang de huizen bijvoorbeeld aan de Voorstraat hier in Sommersdijk allemaal mooi blijven staan, is dat hele bodemarchief beschermd. Want dat zit daaronder. Ja. En dat kunnen ze misschien over 100 jaar of 200 jaar misschien nog eens opnieuw onderzoeken. Want dan hebben ze andere vragen in de archeologie. Ja. En daar kun je nu helemaal niks aan doen. Vroeger groeven ze alleen voorwerpen op. Ja. En in de vorige eeuw ging het meer om van hoe hebben die mensen geleefd? Waar kwamen ze vandaan? Hoeveel mensen woonden daar? Ja. Wat aten ze? Ja. En zo, dat zijn nieuwe vragen. Ja. En misschien over 100 jaar hebben ze weer andere vragen. Dat is wel fascinerend. Dat is echt, Maar helaas. Is de tijd om? Het is onvoorstelbaar. Ja, en er is nog zoveel. Ja. Ik had je nog zoveel willen vragen ook. Maar ik hoop wel dat door alles wat je vertelt en door je enthousiasme, dat mensen ook zeggen, hey. Ik hoop dat het aanspreekt. We hebben een heel jong bestuur. Ik ben vorige week uit bestuur gegaan in 50 jaar. Ja. Ik heb plaats gemaakt voor een ander, maar we hebben jonge mensen in bestuur zitten. Zo van tussen de 30 en de 40. Dat is en mooi. En die dragen die vereniging. Dus ik ben echt wel hoopvol voor de toekomst. Wat fijn. De voorzitter zei, Arjan Diepenhorst, we gaan nog weer wel 50 jaar verder. Nou. Dus we staan ooit 100 jaar. Ja. Alleen wij waken het niet meer mee. Nee. Maar ik hoop onze nageslacht wel. Ja. Nou, weet je, dit is maar een beginnetje. Ik denk dat ik nog eens iemand van de motten uitnodig. Dat mag je doen. Ja, ja, wij doen dat graag. Ja, want dat vinden wij een taak van ons. Om het uit te dragen, zeg maar, naar een wat groter publiek. Hè. Ik vind heel het belangrijk. Heel fijn dat je geweest bent. En ik dank je wel. Ik vond het ook fijn om te komen. Okay. Dank je wel. Dit was de Huiskamer. Wilt u zelf een keer komen praten? Of kent u iemand die iets te vertellen heeft? Mail dan naar huiskamergo@gmail.com. De Huiskamer wordt uitgezonden door Slogo. Terugkijken kunt u via www.huiskamervanflakkee.nl. Tot volgende week.